Zij is zo bevlogen. Daar hang je dan. Ja, daar hang ik zo, hè. Ja. En dan, dan probeert zij alle ja, slijm en alles uit je sinussen te, op een of andere manier weg te krijgen. En als je binnenkomt, begint het al. En inderdaad, de eerste keer dat ik daar kwam, heb ik gerold, gevlogen. Ik had iedereen af te kijken waar, of toen nog Ralf Inbar, later of Frans Bauer ja, ergens om de hoek stond. Want ik kon niet geloven dat zangles was. Ik sta aan die piano en ik ga daar mooie tonen leren maken. Maar ik leerde alles behalve mooie tonen maken. Ik leerde vooral beheersing en al die andere dingen. En ze begint er al mee op het moment dat je binnenkomt. Ze heeft zo'n hond. Die loopt ook nog eens constant rond. Loopt achter jou. Ja, en als zij denkt... Ja, en die heb ik ook nog een paar keer uit moeten laten. Dat is helemaal niet erg. Dat werkt prima. En nee, maar ze is van goud. Ze is een schat. Je hebt ook een hond uitgelaten. Ben je nu meer voor haar bij haar? Of heb je nog steeds je zangles nodig? Wij zijn er voor elkaar. Ja. En dat werkt mooi. Heel goed. Ja. Zo. En zij stopt ook niet. Zolang ze het kan blijven doen, blijft ze doen. En zolang ze blijft doen, ben ik erbij. Wat mooi. Want het is ook nog eens leerzaam. Op allerlei fronten.